Vaco Gamers, Lessie hier. Welkom terug bij een nieuw potje wereldreis hier op Vaco Games. Ik heb het al een paar dagen niet meer geüpload en dat is eigenlijk hartstikke stom van me. Want aan de likes te zien vinden jullie het super cool. En als jullie het super cool vinden en lekker veel likes achterlaten, dan ga ik natuurlijk gewoon lekker potjes voor jullie spelen. Zo werkt dat eigenlijk altijd eigenlijk bij mij. Wat gaan we doen? Ik mag zo meteen lekker op F5 drukken en dat vind ik hartstikke fijn, want ik heb niks aan dit boerenlandweggetje. Ik denk dat het in Amerika is en de gele strepen te zien, maar fuck it. Ik mag lekker op F5 drukken en go. Waar gaan we naartoe vandaag? In de bossen. Het zal ook eens een keertje niet zo zijn. Dan heb ik toch liever eigenlijk die weg van daarnet. Alhoewel, nee, dit heb ik niet. Want ik heb hier liever een bordje. Haha, wat staat er op dat bordje? Dat is handig. Kan ik er ook op kijken, please? Wat staat er op? Kan ik het zien van de 4? Nope, is niet te lezen. Nog een klein stukje terug dan. Kan ik er dan op kijken? Omdraaien. Waar is het bordje nog gebleven? Daar. Oké, wat staat hierop? Huppel of Flup Lake. Ik kan niet lezen wat voor lake, maar er is in ieder geval een meer. Dus er zijn hier veel meren, want er staan 3 lakes onder elkaar. Oké, dat is interessant om te weten. Dat is interessant. Oké, er komt nog wat aan. Wat is dit dan? Een parkeerplaatsje. Heel interessant. Maar bij een parkeerplaats staat meestal wel een bord, wat het is. Dus we gaan eens even een klein stukje die kant op. Hier zie ik nog een parkeerplaats. Tenminste, ik denk dat het een parkeerplaats is. Er staat een auto, dus dan zal het wel een parkeerplaats wezen. Kom op, Google, reis een stukje verder naar voren. Dit schiet niet op zo. Waar staat hier? McCall, stond dat er nou? McCall staat er op dat bord. Ja, ik zit te denken... Noorden van... Ja, McCall. Ik zit te denken noorden van Amerika. Of anders... In het... Zuidwesten van Canada. Ik moest even kijken wat Canada was. Het zuidwesten van Canada. Ik denk een beetje hier weer. Een beetje in deze hoek. Waarom? Het zit namelijk eigenlijk altijd in die hoek als het Canada is. Dus we gokken er gewoon maar op. Make guess. 1300 kilometer. Ah shit, het was in Idaho. Oké. Nou, dat komen we ook niet vaak. Dat is ook wel eens een keertje nieuws. Idaho. Oké, is goed. 2078 punten. Laten we proberen om de 10.000 te halen. Dat is in ieder geval een doel voor vandaag. Dan hebben we een target, om het maar eventjes zo te noemen. 2078, dan moet ik er nog 7900 nog wat. 22, om precies te zijn. Oeh, waar is dit nou weer? Google heeft er echt een neiging van om mij gewoon in de middle of freaking nowhere te droppen de hele tijd. Dat is echt zo fucking irritant. Ah, ze rekenen hier met kilometers per uur. Dus het is niet de Verenigde Staten. Wat ik in eerste instantie dacht. Maar dat hoeft natuurlijk ook niet, want ze hebben hier witte strepen. Dus dat zal niet de Verenigde Staten zijn. Ze hebben hier dus kilometers per uur. Dit is de vlag van Australia, mate. Australische vlag, dus we zitten in Australië. Tenzij die gast gewoon een Australische vlag opgehangen heeft. Dat kan natuurlijk ook. Dat doen ze hier trouwens in Montfort. Verderop, hè, woont iemand. En die doet elke maand doet hij een andere vlag van een ander land. Eén keer heeft hij Zuid-Afrika, dan heeft hij Spanje. Dan heeft hij Griekenland. Ik weet niet waarom. Vindt hij leuk, blijkbaar. Maar we zitten dus in Australië. Hopelijk komen we zo meteen nog een kangoeroe tegen. Dat zou het gewoon echt eventjes helemaal bevestigen. Als die zo meteen een kangoeroe oversteekt, dan zitten we 100% in Australië. Maar ik denk het wel hoor, want het is hier kaal, het is hier leeg. Ja, het is hier wel Australië. Alleen, dan is nog de grote vraag, zitten we in het westen, het zuiden, het oosten of het noorden? Wat staat hier trouwens op dat bordje? Is dat alleen maar een kilometer afstand of wat is het? Ja, 85 kilometer weer. Dan staat er ook niet echt een... Wacht, er komt in de verte nog wat aan. Maar is dat nog interessant of is dat gewoon een ranch met een hek eromheen? Of is dat een andere weg? Oh nee, het is de vangrail. Ook heel interessant. Maar we zitten dus in Australië. En ik zeg een beetje hier. In het westen van Australië bij Perth in de buurt. Geen idee waarom. Ik denk het. Maar het zou ook zomaar het oosten kunnen zijn. Voor hetzelfde geld is het in het oosten. Make guess. Oeh, in het zuiden. Bij Adelaide. Oké. Was mijn tweede gok geweest. Haha. Bij Adelaide. Oké. 1947 punten. Dan moet ik dus in de laatste 3 beurten meer dan 6000 punten hebben. Hier is het koud, jong. En dan kan ik niet rijden. Ik mag niet voor, ik mag niet achteruit. Wat is dat dan voor onzin? Kom op, Google. Mag ik het zwarte gat in, alsjeblieft? Ik ga liever het zwarte gat in dan dat ik in de sneeuw blijf staan. Oeh, kijk, mensen. Wat voor mensen zijn dat? Zijn dat aardige mensen? Dat zijn mensen. Ja, hoe zien die eruit? Ik zou serieus niet weten hoe die mensen eruit zien. Ik zou ook niet weten waar dit is. Wat is dat? Staat hier op dat bord? Ja, daar hebben we toch geen donder aan, man?
Witte bordjes die niet te lezen zijn. Veel te veel sneeuw overal. Deze sneeuw kan dus echt gewoon overal liggen. Ze hebben hier naaldbomen. En het is hier redelijk afgelegen. Ja. Dit is dus weer echt zoiets waarvan ik denk... kan overal op de wereld zijn. En ik moet dus gewoon maar gokken. Ik weet het niet. Het leek mij een beetje... Dit lijken mij Oost-Europeanen. Ik weet niet waarom. Ik ga een beetje voor Oost-Europa. Beetje hier. Bij Polen en Belarus in de buurt. De hele grote kans dat ik het mis heb hoor. Dat het gewoon andere mensen zijn. Maar Meges. Nou. Hey. We zitten een beetje in Oost-Europa. Dat zei ik. Nou, valt op zich nog best wel mee toch? 2666 punten. We liggen nog steeds op koers. Moet ik in de komende twee beurten 4000 punten verdienen. Kom op Google. Kap hier nou eens een keer mee. Zet me nou gewoon eens een keertje voor het vrijheidsbeeld neer. Dan weet ik tenminste zeker waar het is. Kom op. Zometeen zien we hier nog een Bigfoot. Het zou wel wat zijn als je in één keer een Bigfoot ziet op Google Maps. Google Earth. Dat je dan Bigfoot ontdekt en dat je hem vervolgens naar jezelf mag noemen. De Bigfootianus / Van Schaaijekus of zoiets dergelijks. Dat zou best wel tof zijn. Het is sowieso de Verenigde Staten. Gele bordjes, gele lijnen op de straten. Amerika zitten we in. Maar waar? Maar waar? Oh, daar komt er een bordje aan. Oh, dat is alleen maar weer zo'n verkeersbord. Die stond er een stukje geleden ook al. Daar heb ik nog een donder aan. Ik wil een plaatsnaam. Kom op. Is niet moeilijk. Gewoon een bordje met een plaatsnaam neerzetten. Desnoods zet je erbij van die plaats is 100.000 kilometer verderop. I don't care. Nou, er komt in de verste verte geen bordje aan. Helemaal niks. Niks, geen bordje. Ja, weet je wat? Fuck jullie dan, Google. Ja, wat voor bomen hebben we hier? Ja, naaldbomen. Naaldbomen en bloemen. That's it. Aan deze kant. Ook naaldbomen, hè. En een paar loofbomen, berkenbomen. Hey. Oké, dus we zitten een beetje in het noorden. Ik ga weer hierin zitten. In het Canada-gebied. Ik weet niet waarom. Lijkt mij. Make guess. 1100 kilometer. Hartstikke goed. We zaten dus in Canada. Alleen we zaten in Saskatchewan. Vind ik ook een goede plek. 2100 punten. Ik moet nu nog 1800 punten halen om mijn doel van 10.000 te halen. Dat moet helemaal goed komen. Hier is weer de Verenigde Staten. Of Canada. Een van de twee. En er staat hier een bordje. Wat staat er op dat bordje? Dit is route 370. En dit lijkt mij een soort dingetje voor de Canada Interstate of iets in die richting. Canada Interstate route 1. Hebben ze die daar? Ja, kijk, dat is hetzelfde plaatje. Het is heel klein, dan moet je me inzoomen. Maar dit is ook zo'n blad. Net zoals ze in Canada altijd hebben. Op route 1. Dit is route 11. Route 101, dat is te hoog. King's Highway. Hartstikke tof, jongens, dat jullie een King's Highway hebben. Maar ik wil liever weten waar route 1 ligt. Laten we dat ze dat dan ook meteen er even bij zetten. Route 1. Hier loopt een 1. Hier staat een 1. Maar is dat route 1? Dat was een bordje naast. Met zo'n blad. Dus dat zou maar kunnen. Route 370 loopt hier ook in de buurt. Ja, weet je wat? Fuck it. Ik ga gewoon hiervoor. Hup daar. Route 1 bij Sussex in de buurt. Nou. 776 kilometer. Waar was het? Oh, kijk het wat op. Newfoundland. Oké, I'll take it. Maar ik zat in ieder geval in de goede hoek. Dat is heel wat. Want het zit niet vaak daar. In het noordoosten. Daar zit het niet vaak. 2270 punten. Dan heb ik, als het goed is, mijn score van 10.000 punten helemaal bereikt. Super tof. 10.483 punten. I'll take it. Het is niet heel erg precies, maar we zitten ongeveer wel een beetje in de goede richting. Dus dan ben ik wel hartstikke blij. Als jullie mij ook nog eventjes blij willen maken, knal dan even een like onder deze video. Dan ben ik helemaal tevreden met jullie. Voor nu, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken vooral, want het gaat echt super goed met Wereldreis. Knal het er vooral lekker in. En ik zie jullie de volgende keer weer terug bij een nieuwe Wereldreis. Hier op Vaku Games. Mazzel!